LND Amsterdam tegen Curaçao Neptunus met veteraan Jagomar Markwell op de heuvel voor de Rotterdammers. En die krijgt in de tweede inning deze tweehonkslag tegen van Max Klarijs, de bal ver in het buitenveld. Van Weert kan doorschuiven naar 3 en Rashid Gerard en Kalian Sams komen beide over de plaat voor een 2-0 voorsprong voor LND Amsterdam. Dan de volgende slagman Rulli Henrique. Die weet op deze pitch van Markwell een sacrifice fly naar het rechtsveld te slaan. Daarop kan Van Weert over de plaat komen. En dan is het alweer een 3-0 voorsprong voor de Amsterdammers. En dat is verrassend, want Neptunus is dit seizoen eigenlijk de sterkste ploeg van de competitie gebleken. Dan Delano Salassa nog een schepje erbovenop. Die pookt deze bal het rechtsveld in. Huppeltje van Markwell geeft al aan. Ui, dat is net goed. En daarop komt het vierde punt over de plaat. En dan is het alweer 4-0 voor de Amsterdammers. Maar Curaçao Neptunus doet uiteraard wat terug. Want de aanval van deze ploeg is regelmatig niet te stoppen. Willie Johnson op het pitchen van Rob Kordemans. Kordemans weet het ook gelijk, kijkt gelijk weg. Die bal zit er hard op. En daarop gaat gescoord worden door Daryl Collins en Dudley Leonora. In omgekeerde volgorde eerst Leonora. En daar komt Collins over de plaat. En dan is het 4-2. Stijn van der Meer doet vervolgens er alles aan om de wedstrijd spannender te maken. Want die slaat dit grondballetje. Dat sneakt zich een weg door naar het linksveld. Daarom wordt gescoord door Willie Johnson. En dan is het 4-3 nog steeds in het voordeel van de Amsterdammers. Maar daar komt een eind aan in de zesde inning. Als Chiron Martiz inmiddels Kordemans heeft vervangen op de heuvel. En hij ziet deze grondbal geslagen door Shaldi Mardanchi resulteren in een fielding error. En daarop gaat gescoord worden door Deschenko Ricardo. En dan is de stand gelijk. En dan duwen de Rotterdammers zoals wel vaker dit seizoen gelijk door. Op het werpen nog steeds van Martiz is het opnieuw Willie Johnson met een double naar left center. Daarop gaan twee punten scoren. Dat zijn Shaldi Mardanchi en Daryl Collins. Dan is het 6-4. Het zou uiteindelijk nog 7-4 worden. En daarmee pakken de Rotterdammers de eerste wedstrijd uit deze playoff serie tegen LND Amsterdam. De volgende wedstrijden zouden worden uitgesteld vanwege coronabesmettingen in de Amsterdamse ploeg. En dat betekent dat dit de enige wedstrijd is die dit weekend te zien viel. Aaron de Groot kreeg de win, Sharon Martiz de loss en Willie Johnson was de grote man met 4 RBI's bij Curaçao Neptunus.